De rijdende hufter grijpt in waar het onrecht toeslaat. Maar eerst rekent hij af met de rijdende rechter die puur uit eigen gewin mensen kapot maakt en bedrijven ten gronde richt. Bovendien spreekt de rijdende rechter lukraak recht langs de weg en doet hij levensgevaarlijke uitspraken enkel en alleen om zijn programmaatje te vullen. De hufter heeft een tip gekregen dat de rijdende rechter weer bezig is een bona fide paraglidingschool kapot te maken. De rijdende hufter voelt zich dan ook genoodzaakt om in te grijpen. Goedendag, ik ben meester Rob Muns, de rijdende hufter. En u bent meester Frank Visser, de rijdende rechter. Maar u moet me niet aan, ik vind het niet prettig. Meneer Visser. Nee, moet die handen daar zo? Ja, ja, nee, niet daar. Echt niet? Nee. Ja, ik weet niet wie u bent, maar we gaan ja, het over. Ja, en wat hij doet. Ja. Meester Visser. Eén moment. Meester Visser, wat is de zaak? U kent de zaak en het is gewoon duidelijk. Deze meneer heeft gelijk, dus u kunt gewoon weer naar huis. He, want er is een mannetje uit zo'n paraglijding gelazerd. Die heeft zijn riempje niet dicht gedaan. Die paraglijdschool wordt haar eigen schuld. Die paraglijdschool wordt erop aangesproken. Is het dan puur uit eigen gewin? Is dat om uw programmaatje te vullen? Zo dupeert u toch mensen, okay. Meester Frank? Ja. Dat kan toch niet zomaar? En wij stellen het aan de kaak en dan gaat u een beetje zo alsof u nergens wat van af weet. Dat is ook gek. U weet dat niet. U weet niet waar u mee bezig bent. Ik weet niet waar u het over heeft. U weet niet waar u mee bezig bent. Maar wie bent u? U bent toch meester Frank Visser? De rijdende rechter? Ja. Of weet u helemaal niks? Ik weet niks. Heeft u ook een vergunning om dit werk te doen? Of een diploma. Bent u eigenlijk wel rechter? De rijdende rechter probeerde zich angstvallig achter zijn personeel te verbergen toen de rijdende hufter het complot doorhad. Uiteraard hadden deze labiele mensen niet in de gaten dat ze enkel en alleen pionnen in het spel van de rijdende rechter waren. Die puur voor eigen gewin naïeve personen misbruikt. Zo, dit was dat typische zaakje van de rijdende hufter. Uit Rotterdam schreef mij de volgende brief. Geile rijdende hufter. Ik ben werkzaam in de prostitutie en sta ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik kan geen zakenrekening openen bij de ING-bank. Een lening of een hypotheek aanvragen is al helemaal uit den boze.